Op 30 september krijgen wij de jaarrede van president DC Boutersen. Het wordt ook laatste jaarrede voor regering Boutersen-Adien, want dan zitten er 5 termijnen al op. Aan VHP-parlementariër Krishna Mathura vroegen wij wat zij vooral wil horen. Vaak genoeg wordt de opmerking gemaakt en of geplaatst dat jaarredes vol wenselijkheden zijn. Maar wat wil men horen om dat echt gerealiseerd zal worden in de resterende maanden? U hoort parlementariër Mathura. We staan er weer aan de vooravond van de jaarrede, zoals ik het daar net aangaf, en de laatste voor regeringstermijn Boutersen-Adien. Wat hoopt u vooral te horen? De datum van de verkiezingen. Want dat is het enige hoopgevende dat het markeert 2020. En dat we van daaruit weer een rem zetten op de negatieve ontwikkeling die we in de afgelopen periode hebben doorgemaakt. En dat we van daaruit beginnen te bouwen, weder op te bouwen Suriname en de ontwikkeling weer inzetten. Kunt u zich herinneren zaken welke het vorig jaar bij de jaarrede is opgenoemd, wat bewerkstelligd zou worden, dat daadwerkelijk gedaan is? Drugsbestrijding, veiligheid, dat zijn de zaken, economie, de prijzen, de koersen omlaag gaan. Nou, dat waren heel veel voornemens die de regering had. En als je kijkt naar al deze aspecten, betere gezondheidszorg, als je kijkt naar al deze aspecten, veel in de productiesector, heel veel bedrijven zouden komen. Daar zie je dat geen van de dingen zijn gerealiseerd. Het enige wat we nu zien is dat er met man en macht wordt gewerkt aan het schoonmaken van bermen. Dat wat straten geasfalteerd worden, allemaal met leningen. Maar echt verder dan dat is men niet gekomen. En hoe denkt u dat dat komt? Van wat hetgeen ze beloofd hadden, dat ze daaraan geen invulling hebben kunnen geven? De regering heeft geen daadkracht en geen deskundigheid. Je ziet ook dat blijkt en geen continuïteit. Geen inzicht in de problematiek van het land. En dat blijkt aan de vele ministers die men heeft verwisseld. Meer dan 60 of bijkans 60. Dat geeft aan dat er geen continuïteit is. Maar dat ministers niet naar verwachting van de president zelf performen. En dat hij genoodzaakt is om de zoveel tijd, om de ene jaar, anderhalf jaar, nieuwe minister te benoemen. En heel veel tijd gaat dan verloren in het inwerken en daadwerkelijk dingen echt uitvoeren. Dat is één. Twee is, ministers zijn niet competent. Ministers hebben geen inzicht in de problematiek van de Surinaamse samenleving. Vooral het economisch aspect, het financieel beleid. We hebben een minister van Financiën die meer in het buitenland is dan in Suriname. Die van reizen, zijn levensdoel is reizen en leningen zoeken voor Suriname. En zijn doel is niet om een goed evenwichtig economisch evenwicht te krijgen. Weet je, stabiliteit te krijgen, om de koers omlaag te brengen. Het zijn allemaal zaken die de samenleving elke dag bezighouden. Een koers die aan het klimmen was. Prijzen die elke dag in de winkels stijgen. Mensen die niet meer uitkomen met het geld. Allemaal, het interesseert die minister niet. Het moment dat hij maar in een vliegtuig kan stappen en weer in een ander land kan gaan en leningen kan sluiten, dat is zijn doel. Je merkt, en hij legt geen enkele verantwoording af aan die samenleving. Van wat er is gebeurd met het geld, waar hebben ze geleend, waarom hebben ze geleend, hoe gaan we het terugbetalen. Hoe wordt het geld geïnvesteerd in de productiesector? Nee, absoluut geen interesse. Dus ja, als je die dingen niet hebt, ja, dan ga je een land niet tot ontwikkeling kunnen brengen. Als je niets van goed bestuur hebt geïtaleerd in de afgelopen periode. En goed bestuur is dat je met iedereen probeert. Want we zijn in een crisis. En een crisis los je op door mensen te betrekken. Kundige mensen. Deskundige mensen moet je betrekken. Van hey, kom ons helpen. Hoe gaan we dit land uit die crisis halen? Hoe gaan we de problemen oplossen? En die regering heeft echt die arrogantie en het hoogmoed
dat ze alles zelf kunnen en dat ze geen enkele rekening houden. De hele VES, Vereniging van Economisten, heeft een aantal keren aangeboden, laat me ondersteunen. We geven advies, we helpen u met de plannen schrijven. Alles is afgewezen. Alles is afgewezen, want de regering weet het beter. Nou, het is een bizarre regering eigenlijk. Weet je, ik weet het beter, ik heb niemand nodig. En weet dat ze het beter? We zien het in de praktijk. Die koers die ze hebben, 2,80, is net eens met 10 cent omlaag gegaan. Hoe weten ze het dan beter? Elke regering die komt, een van de belangrijkste, of het belangrijkste is de waarde van de SRD. Dat je waarde van de SRD ten opzichte van de dollar, ten opzichte van de euro, ten opzichte van andere munten moet gaan stijgen. En dat je economie bloeit. Weet je, dat je veel meer geld overhoudt als land, zodat je kan investeren in allerlei infrastructurele projecten, dat je moderne dingen kan uitvoeren, productie kan verhogen, wegen. Weet je, kijk maar naar verkeersveiligheid. Alles zit vast, zoveel onveiligheid. Maar dat je verkeerslichten kan zetten, dat je viaducten kan maken, dat je allerlei dingen moderniseren. Het verkeer kan moderniseren. Nieuwe bermen, voetpaden, gescheiden rijbanen. Maar we hebben niets kunnen moderniseren. Omdat er geld gewoon niet overblijft. U ziet zelf dat we op veiligheid heel veel hebben moeten besparen. Er is geen geld geïnvesteerd. Gezondheidszorg, medicijnen zijn niet te krijgen. Allerlei projecten. Al die belangrijkste onderwijs. Ja? Dus de meest belangrijke dingen heeft de regering niet kunnen investeren en moderniseren. En waar het om gaat, want daar gaat het in de politiek om. Het gaat om mensen. Dat de mensen van je samenleving het beter hebben. Beter dat ze echt kunnen zeggen van, hey, deze 10-jarige regering Boutersen, ik ben er beter van geworden. Ik heb meer kunnen kopen, ik had minder stress, ik had minder hoofdpijn, ik ben echt relaxed, weet je. Ik kon uitkomen, ik heb kunnen sparen, ik ben extra op reis gegaan. Dat is de bedoeling van een land ontwikkelen. Ik was veiliger, ik voelde me veiliger, ik kon lekker rustig slapen thuis. Geen van die dingen. Ik hoef me geen zorgen te maken over mijn kinderen. Dat als ze afgestudeerd zijn, dat ze straks geen werk hebben. Nee, niets hiervan. Als je in die samenleving rijdt, loopt, elke dag met mensen praat, dan zie je juist dat het beleid de mensen heel veel stress heeft opgeleverd. Ik sprak gisteren met een gepensioneerde meneer die 35, 36 jaar heeft gewerkt in de scheepvaart. Les gegeven, alles gegeven. En hij krijgt een salaris, een pensioen, waarmee hij niet eens meer kan uitkomen. En hij zegt, elke keer zegt hij, ik zeg mevrouw, het is Bouta's schuld. Vraag het aan Bouta als ik niet kan uitkomen. Hij kan nu uitkomen met zijn salaris. Is het zijn probleem? Is het zijn schuld? Nee, is niet zijn schuld. Want die regering had betere beslissingen moeten nemen en moeten zorgen dat die man zijn pensioen niet in waarde zou dalen. Dat is wat is de verantwoordelijkheid van die regering. Dat hebben ze nagelaten, dat hebben ze niet gedaan. En ze hebben die man heel veel problemen gegeven. En die man zegt, hij heeft stress. Hij heeft elke dag stress en hoofdpijn. En zo ontmoet ik vrouwen die met één baan, het geld van één baan, niet kunnen uitkomen. En die nu 2 en 3 banen moeten hebben. Met als gevolg dat hun kinderen zonder toezicht thuis zijn en die ook opgroeien zonder controle en toezicht. En dat ze, ja, wat wordt het dan van hun? Weet je, dus geen goede opvoeding en aandacht en liefde krijgen van de moeder. Maar die moeder heeft ook geen keus, want ze moet haar kind alleen achterlaten. En dat is niet wat je verwacht van een regering. Ambtenaren, die regering had beloofd, letterlijk hadden ze gezegd, het is een schande dat jullie met zo weinig geld tijdens de verkiezingscampagne. Jullie gaan met veel meer geld naar huis gaan. Ik zorg ervoor dat jullie met veel meer geld naar huis gaan. Nou, dat hebben ze niet kunnen realiseren. Ze hebben het juist laten devalueren. En ze hebben daardoor mensen stress gegeven. En dan vind ik, ergens hebben ze ambtenaren een klein beetje verhoging gegeven. Maar die particuliere sector, al die mensen die in bedrijven werken, in winkels werken,
die hebben niet echt die verhoging gehad. Omdat die bedrijven niet in staat zijn die verhogingen te geven. Maar waarom zeggen ze dan toch nog steeds met alle trots, we can do the job? Ja, dat is verkiezingscampagne. Dat is zand in de ogen, strooien van het volk, hun misleiden, hun voorliegen. Ja, wat ze vorige keer ook hebben gedaan, van er zou geen devaluatie komen. De economie zag er heel rooskleurig uit. De president heeft in mei 2015 nog een geweldige presentatie gehouden. Hoe goed het ging, leugens. Allemaal leugens. Hoe ga je deze mensen vertrouwen? Deze mensen zijn totaal onbetrouwbaar. Dus voor mij is de jaarrede, enige waarnaar ik uitkijk is, wat is de datum van de verkiezing? Ja? En hoe kunnen we een goede verkiezing hebben? En hoe kunnen ze tot de verkiezing de basale zaken als gezondheidszorg, medische zorg nog, weet je, goed laten gaan? En daarnaast denk ik dat wij het volk moeten gaan informeren, dat we de verkiezingen krijgen en dat na de verkiezingen dat we gaan beginnen op te bouwen dit land. Met man en macht, iedereen. En ik vraag elke Surinamer om heel bewust de keuze te maken om te kiezen voor verandering, verbetering. Ja, dit te stoppen, dit gaat nergens naartoe. Akaba, dat moet het zijn, het moet voorbij zijn. Die neergang van Suriname moet voorbij zijn voor de zoveelste keer. Het moet ophouden nu. Ze moeten netjes afscheid nemen. En laat andere mensen weer beginnen op te bouwen. Hoe moet het volk, mevrouw Matura, want dat gaan we straks krijgen. We gaan krijgen grootse opening van Wanika Ziekenhuis. Andere infrastructurele projecten. Hoe moet het volk dit gaan beoordelen? Want het kan namelijk zo zijn, op na de verkiezingen, dat men dit daadwerkelijk zal beoordelen als ontwikkeling. Hoe gaat men dit moeten beoordelen met deze regering? Ik denk dat elke Surinamer naar zichzelf moet gaan kijken en zeggen van, ben ik vooruit gegaan met het geld dat ik verdien of ben ik achteruit gegaan? Heb ik minder stress gehad? Heb ik het beter gehad? Heb ik iets kunnen bijkopen voor mijn kinderen? Naar dit soort dingen. Heb ik minder moeten betalen? Kon ik meer kopen met mijn geld? Dit zijn de zaken waarop mensen die regering moeten beoordelen. De rest, ja, is mooi, maar het is allemaal geleend geld. Het is goed dat die dingen zijn gekomen. Tenminste zien we, als een ziekenhuis wordt geopend, het is overigens een geschenk van China. Als het komt, dan is het goed. Maar het is of een geschenk van het buitenland, of met geleend geld gebouwd. En we moeten zelf kijken, als we miljarden lenen, dan hebben we het niet op eigen kracht gedaan, op eigen kunnen, zoals ze dat zeggen. Nee. En wat voor heldendaad is dat? Dat je geld leent en iets bouwt. Stel dat we een gezin, u heeft een gezin, we hebben een gezin, en we verdienen maar 4.000, maar we willen 10.000 uitgeven, en elk jaar gaan we 6.000 lenen. En met die 6.000 zijn we bezig die inrit schoon te maken, een nieuwe poort te zetten, die deuren, geweldige deuren, we kopen een microwave, geweldige dingen kopen we. Is ons probleem daarmee opgelost? Ons probleem is helemaal niet opgelost, want zonder dat we weten, beseffen we dat we elke jaar diepere dal ingaan, want hoe gaan we die 6.000 terugbetalen? En door die rente van die 6.000 wordt die schuld elk jaar groter en groter. En dat moet het volk gaan beseffen. Dat het lenen van die 6.000 geen oplossing is. Wat is de oplossing? 4.000 verdienen we. Dan moeten we leren uitgeven naar die 4.000. Dan moeten we gaan bezuinigen. Dan moeten al die 60 ministers die extra benoemd zijn, en alle mensen die allerlei gelden toucheren, die moeten gaan inleveren. En dat gaat VHP doen. Die moeten gaan inleveren. Dan moeten we een beetje sober gaan leven. Dan moeten die dienstreizen een beetje gaan stoppen. Van ministers en vicepresidenten die dure hotelkamers gaan niet. Een minister van Financiën die elke week in het buitenland en duizenden guldens meeneemt. Euro's en dollars meeneemt. Nu zijn zoveel ministers uitlandig. Volksgezondheid, binnenlandse zaken, alle ministers, VP. Dan moeten we een beetje sober leven. Dat moet gaan stoppen en dan moeten we gaan kijken waar we meer geld kunnen halen. Toerisme is één. We moeten toerisme groot promoten om geld binnen te halen.
Dan moeten we in de landbouwsector gaan investeren. We moeten onze goederen gaan exporteren. We hebben water, we moeten water exporteren. Die dingen moeten we gaan doen, zodat we meer deviezen binnenkrijgen. En als we die deviezen, dan hebben we meer. We gaan uitgaven verminderen en we gaan onze inkomsten verhogen. En daarmee gaan we dus die evenwicht bereiken. Dan pas gaat die koers omlaag. En als die koers omlaag gaat... Niet door te zeggen alleen. Niet door te zeggen, we moeten daadwerkelijk doen. Want nu gaan ze weer honderden mensen in dienst nemen. Weet je, ik sprak met mensen. Laatst een paar mensen die diensten hebben verleend aan de overheid. En ik schrok, die mensen zijn vanaf 2012 niet uitbetaald. Is 7 jaren achterstand. En daarover praat niemand. De regering praat er nog. We hebben geen idee. Want als je ze vraagt, krijg je die informatie niet. Dus straks als er een nieuwe regering komt, niet als, er gaat een nieuwe regering komen. Die nieuwe regering gaat zoveel dingen tot de ontdekking komen dat deze regering heeft achtergelaten. Echt waar. En we gaan als samenleving hard werken. We moeten hard werken. We moeten gaan bundelen. We moeten de gelederen, alle intelligente mensen, alle mensen die deskundigheid, om dit land weer op te bouwen. Dat is die uitdaging die we hebben eind volgend jaar.